Amanda, oftewel A-Creative Mommy of Two. En vandaag heb ik een review voor jullie. Deze duimenpinding die ik hier voor me heb liggen is Baz the Boy van de artiest Stella Newman van het bedrijf Diamond Art Studio. Deze zitten in Engeland, ja, Verenigd Koninkrijk, om precies te zijn. dit is een afbeelding met vierkante steentjes. Zoals je ziet, het is een kat. Naar mijn mening was die aardig roze, zeker maar in ieder geval dichterbij. Ik weet niet in hoeverre mijn camera dit wil opvissen, maar ja, ik had het idee dat het nu wel erg rozig uitpakte. Maar ja, het is ook al een wat oudere duimenpinting. Ik heb deze in mijn voorraad liggen voor, ik denk, 2,5 jaar. Dus ik denk dat ze inmiddels, verwacht ik in ieder geval, het wel enigszins aangepast hebben. Het kan ook goed zijn dat ik gewoon een keer een paar verkeerde kleuren had of zoiets. Ik had twee punten, hierboven en als hieronder ergens, waar de lijm niet meer helemaal plakkerig was. Sorry. Dit kan of door de productie komen. Wat kan gebeuren? Het is gewoon een gevalletje van de lijm die niet ver genoeg aan de rand kwam. Het kan ook zijn dat ik gewoon echt het unboxen van deze kit wat ik gedaan heb in het begin, toen dat ik hem had gehaald. Dus ja, heb gekocht, zo moet ik het zeggen. Ik heb niks gehaald, ik heb het laten hier komen. toen heb ik hem unboxed. Het kan goed zijn dat ik hem niet helemaal goed teruggerold heb, waardoor dat de plastic cover lichtelijk ervan af is gebleven. Waardoor te veel lucht aan is gekomen en de lijm gewoon niet meer pakt. Dit weet ik niet. Tja, dat is koffiedik kijken. Maar dat is niet een probleem. Ik heb gewoon iets van hobbylijm gepakt die ik had liggen. Eigenlijk de kinderversie. Stond toevallig nog op tafel. Dus die heb ik gewoon op het doek gesmeerd. De steentjes er voorzichtig op geplakt. Gewoon gekeken wat er van tevoren eigenlijk een beetje zat. Gekeken wie wat waren of ik de symbolen nog ongeveer kon volgen. En gewoon vervolgens neergeplakt. Ah ja, laten opdrogen. Het is wit als je het erop smeert en het droogt transparant. Of in ieder geval redelijk transparant op. Dus ja, ik weet niet of je er überhaupt iets van kan zien als ik het zo laat zien. Het glanst misschien iets minder, de rest van het doek glanst goed als ik hem zo een beetje ronddraai. Het is ook maar een 40 bij 40 als ik het even uit mijn hoofd goed heb. Dus ja, ik verwacht ook niet dat daar super super veel detail in zit. Ik verwacht niet dat je de snorharen compleet kan zien en kan tellen. De steentjes waren goed van kwaliteit. Ik had er twee. Deze twee. Die wat meer aan elkaar bleven klonteren. Maar ja, dat is een gevalletje van doe ze in een doosje, gooi er een paar muntjes bij en schud ze even flink door elkaar. Ah ja, dan zijn ze wel los. Dus ja, dat is absoluut geen probleem. Daar kan ik prima mee leven. Voor afvalpaar steentjes was dit alles. Dus ja, dat valt op zich nog wel mee. En ja, voor qua reservesteentjes heb ik dit allemaal nog over. Dus ja, ik heb meer dan genoeg over. Dat is ook zeker niet het probleem. Ja, het was alleen eigenlijk mijn de zaakjes probleem dat hij naar mijn mening nogal erg roze uitpakt. Nu ik hem zo door de camera heen zie met dit licht, lijkt het een heel stuk minder te zijn. Dus het kan ook zijn dat ik er gewoon te dicht met mijn gezicht op heb gehangen en hem nog niet goed genoeg van een afstand heb bekeken. Dus ja, ik ga ook eventjes kijken. Ik zal hem even een beetje schuiven. Ik ga even kijken om hier links in beeld ergens eventjes een afbeelding met, ik denk de rendering dat ik van de site af ga plukken eventjes. Die zal ik hier even links van mijn beeld zetten, zodat je ze even langs elkaar kan zien hoe de rendering uit zou moeten zien en hoe dat die nou uitpakt. Misschien op het moment dat ik ze langs elkaar gooi, dat ik al denk, oh, dat valt wel mee. Maar ja, in ieder geval via de camera lijkt het in ieder geval wel mee te vallen. Ja. Voor de rest, de plakkerigheid was net niet helemaal hetgeen wat ik enigszins gewend ben. Hé, hey, dat is mijn slof. Sorry, ik had altijd aan de slof te plakken. mijn gedachtegang, waar ging het heen? Ik ben even het spoor bijster nu de kat me afleidt. Yo, ik denk dat het etenstijd is. Oh ja, de lijm.
Ja, het was dan op die twee stukken na, was de rest van de lijm iets minder, heb ik het idee van. Maar ik heb nog tegelijkertijd met deze twee andere duimenpuntjes gekocht. Deze waren allebei prima van kwaliteit. Daar heb ik geen enkel probleem mee gehad. De kleuren waren goed en alles erop en eraan. Eentje daarvan heb ik ook recentelijk gedaan in, wat zal ik gaan gewerkt hebben, even op mijn hoofd, november, denk ik. Dat was de Red Lily, de grote rode lelie. Dus ja, die heeft net zo goed ook een redelijk gelijke tijd in de kelder gelegen bij mij. Ze hebben allebei de dozen bovenop elkaar gehad liggen. Dus ik kan niet zeggen dat de een aan de ene kant heeft gelegen en de ander aan de andere kant, waardoor dat er iets met de lijm gebeurd is. Dus ik denk dat dit gewoon even een kleine hiccup heeft gehad. En ieder bedrijf heeft dat. Alle bedrijven hebben een moment dat het even niet helemaal lekker loopt. Dus, hey, kan ik maar leven. Ik ga gewoon binnenkort nog een keertje, of althans binnenkort. Ik ga nog een keertje van ze bestellen. En ja, we gaan wel zien of die kwaliteit ook gewoon goed is. Als dat gewoon is, dan is er gewoon niks aan de hand. Dus zoals ik al zei, dit is een vrij oude duimenpinting. Waarschijnlijk zullen ze inmiddels ook de kwaliteit wel al eens een paar keer geüpgrade hebben. En ja. Ja, dat is eigenlijk alles wel wat ik erover kan blijven door zeveren. Dus ja, nogmaals met dit gezegd hebben, ik hoop dat de video op zijn minst in ieder geval een beetje interessant was. Dat je in ieder geval een idee hebt gekregen over het bedrijf. Als je zegt, ik wil er even meer van zien. Ik heb nog de twee andere reviews ook allebei op mijn kanaal. Eentje is dan van relatief recent. Ik heb een. Ik weet niet of ik daar überhaupt een Nederlandse review van heb van die. Dat zou zomaar eens kunnen. Dan staat die bij mijn, op mijn kanaal bij de playlist bij de Nederlandse reviews. En anders zul je hem toch even in het Engels moeten bekijken. Als dat je Engels goed genoeg is daarvoor. Daar heb ik ook namelijk de andere. Dat was een roze roos met een zwarte, voornamelijk zwarte achtergrond. Als ik het even uit mijn hoofd goed heb. Dus ja. Nogmaals, dan kun je eventueel wat meer mening krijgen over het bedrijf als dit de eerste video van dit bedrijf is wat je ziet. Ja, maar dit ga ik het hierbij laten. Zoals ik al zei, ik hoop dat het op zijn minst een beetje interessant was. Zo ja, geef je de video even een duim omhoog. En abonneer je op mijn kanaaltje als je dat nog niet gedaan hebt. En ja, je wil meer zien van mij met diamondpainten. Ik heb deze ook, als een beetje gebruikelijk is van mijn kanaal. Ik heb deze ook getimelapsed, dus je gaat hem nog vaker voorbij zien komen. En ja, ik hoop dat je nog een goede rest van je dag, nacht of eender wat hebt. En ik hoop je in een volgende video weer te zien. Doei!